Het bestuur van het toekomstige TT-museum is de houding van de gemeente Assen helemaal zat. De vraag is of het motor-DNA, het TT-DNA, überhaupt in het bestuur van de gemeente Assen zit. 95-jarige Meppeler kan geen afscheid nemen van zijn stomerij. In het Drentse Duster op bezoek bij een piranha-man. En het weer met Ellie. Ik sta hier op de Nijebrugsluis in Hogeveen. En het is hier een kom en gaan van boties en boten. Lekker hoor. Die kant op richting Hogeveen, op die kant op richting Meppel. Maar wordt het nou ook weer om lekker bootje te varen? Door over meer naar het Nijs. Goedenavond. Het stichtingsbestuur van het TT-museum in Assen is het zat. Dat eist duidelijkheid van het stadsbestuur of het wel een TT-museum wil. Want er komt maar geen subsidie los. Ja, het kastje en muur en daar zitten wij tussenin. En nou, we zijn er eigenlijk wel aardig flauw van. Al jaren wordt er gesproken over een TT-museum in Assen. En een locatie is er ook, dat is het oude Diana Theater in de binnenstad. Maar wat de museumstichting ook aan plannen aanlevert, uit het stadhuis komt al maar geen groen licht voor een subsidie van 2,5 ton. Ik weet niet waar het op vastzit. De gemeente zegt we willen naar een hoger ambitieniveau. Alleen ze kunnen niet vertellen wat het hoger ambitieniveau is. Nou ja, dan blijf je ook weer in een cirkel rondlopen. Dus ik heb geen idee. Ondertussen liggen historische TT-spullen te verpieteren in een opslagplaats op het bedrijventerrein. Ja, allerlei attributen die verzameld zijn in de loop der jaren van het TT. En ja, die spullen staan hier een beetje ongeklimatiseerd. Waardoor het in verval raakt, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Met een brandbrief aan het college hoopt het museumbestuur nu eindelijk de boel vlot te trekken. Want het TT-circuit en de motorsport die zijn onlosmakelijk verbonden met de provinciehoofdstad. En we hebben het hier over een stukje DNA van Assen, waar we binnenkort bijna 100-jarige geschiedenis van kunnen schrijven. En dat geen plek krijgt in Assen, terwijl we ons ook cultureel op de kaart willen zetten, dat vind ik zeer verbazingwekkend en eigenlijk ook teleurstellend. En eigenlijk ben ik er ook gewoon heel pissed off. Het is maar een simpel voorbeeld, maar zie, het was netjes. Maar het heeft een poosje ergens gehangen en toen zei het in mij van, ja, er ligt rommel onder, dus dat verschilvert. Dat wordt steeds minder. En het is natuurlijk authentiek, dus ja, dan moet je zorgen te bewaren. 2020 is niet gelukt, dit jaar wordt het ook niks en de vraag blijft of het TT-museum er ooit komt. Of blijft het toch alleen bij een TT-monument? Want zonder Assen haken andere financiers ook af en komt er geen 8 ton op tafel. Ik denk dat het DNA van het TT te weinig aanwezig is in het bestuur van deze stad. En dat vind ik verbijsterend. Als je wethouder wordt, ook of kom je van buiten, dan ken je natuurlijk de geschiedenis van Assen. Daar moet je voor openstaan. Het zou net iets zijn als ik wethouder zou worden in Urk en zeggen, nou, die visserij moeten we maar eens mee ophouden en de kerken gaan we ook sluiten. Tientallen overlast veroorzakende kippen in Utrecht zijn vandaag naar Drenthe gebracht. De kippenpopulatie groeide in de afgelopen jaren snel rondom het Julianapark in de Domstad en zorgde daarvoor overlast. Trissen Hof van Akkas Schansenparadijs in Dalen brengt uitkomst en komt vandaag een groot deel van de dieren vangen. Dit is in de loop der jaren een dumpplek geworden voor dit soort dieren. En wat je dus ziet is dat de hoeveelheid hanen ten opzichte van de hennen is gewoon enorm. En daardoor zie je dat de hennen met kale ruggen lopen. Dus het dierenwelzijn is ernstig in het geding. Hij is misschien wel de oudste ondernemer van Nederland. Rinder Holsema is vandaag 95 jaar geworden. De Meppeler heeft een stomerij in de binnenstad en hij had natuurlijk al lang van zijn oude dag kunnen genieten. Maar daarvoor heeft hij te veel plezier in zijn werk. Welkom meneer. Komt u binnen? 8 uur per dag en 6 dagen per week staat meneer Holsema nog in zijn zaak. Dag in, dag uit. Je eigen ritme kun je daarin wel bepalen. Ben je wat minder zin in, dan ga je zitten. Niet meer die me opjaagt. De meeste mensen houden het rond hun 65ste voor gezien. Maar aan pensioen moet de vlekkenverwijderaar niet denken. Ik heb nooit een pensioendag gekend, laat het zo zeggen. Nee. Wat moet je doen? Waar moet je heen? Maar u heeft nooit gedacht, ik stop ermee. Nee. Ruim 60 jaar heeft hij zijn eigen stomerij in de binnenstad van Meppel. Zowel bij de ondernemers als zijn vaste klanten is hij geliefd. Zelf heeft hij nog steeds grote passie voor zijn vak.
En ook de mensen die naar je toe komen en zeggen van ik moet naar Holzheimer toe, want dan weet ik zeker dat het goed komt. Dat idee er al achter. En dat moet je goed doen. Ja. Vooral oude mensen die knoeien veel. Ik knoei ook hoor, daar gaat niet om. En dan zit alles onder het eten. En dan vinden ze het ook, ze hebben vroeg gekocht, vinden ze het ook te mooi weg te gooien. Want het is, en het is te vuil om te reinigen in wezen. Maar je moet het wel reinigen en je moet het zo maken dat ze straks versteld staan. Wat is die mooi geworden? Dat zeggen ze altijd, mooi geworden. Ja, doen ze altijd. Kennen we niet weer terug soms, zeggen ze. Ja. Maar dat zit in mij. En na zoveel jaar weet Holsema natuurlijk alles van vlekken in de kleding. Dus heeft hij nog een goede tip die je had kunnen verwachten. Naar de stommerij gaan, een goede stommerij. De Meppelaar zal zijn verjaardag in ieder geval uitbundig vieren, waarvan zijn collega-ondernemers kunnen meegenieten. En de hele straat gaan we vieren hoor. De hele straat krijgt gebakjes. Bonnetjes, ja, dat doen we altijd. En dat is mooi. En dan op naar de 100. De hele week is te zien hoe verslaggever Tom Meijers en cameraman Jan Sliep door de nacht sluipen in de zomerserie Drents Duister. Nou, vanavond de laatste aflevering, waarin de gevleugelde uitspraak een loslopende hond vangt altijd wat, weer eens opgaat. De nacht valt over Drenthe. In Drents Duister zijn Jan en Tom de hele nacht op pad door onze provincie om te achterhalen wat er zich afspeelt, diep in die Drentse nacht. Ja Jan, we zijn in Fries, bij de Bonifatiuskerk, een van de oudste kerken in Drenthe. En het schijnt dat hier het grootste mysterie van Drenthe heeft plaatsgevonden, of ja, hangt er nog omheen. En iemand hier binnen die weet daar meer over, dus we gaan even kijken. Dat mysterie, dat heeft natuurlijk te maken, tenminste ik neem aan dat u dat bedoelt, 153 kinderen. Jawel. 1000 jaar geleden hier begraven in de kerk en alle verhalen die eromheen gegroeid zijn. Ergens hier moeten dus die restanten van die 153 kinderen hebben gelegen. En, nou ja, er zijn sporen gevonden van die kinderen. Dus er zit iets van realiteit in. Had dat nou te maken met de Noormannen, Vikingen? Nou, hè, we hebben het over het jaar 1000. Er gaan ook verhalen over dat er bijvoorbeeld zoals nu ook een besmettelijk virus is uitgebroken. Dat daar een is geweest waardoor die kinderen zijn. Hier uit de regio, hier hebben natuurlijk mensen gewoond. In Drenthe op het zand, en we zitten hier op het zand een beetje aan de rand misschien wel, maar hier wonen mensen. Dus dat kan, dat is allemaal mogelijk. En hoe meer er mogelijk is, hoe mooier worden de verhalen. Het kinderlijkjesmysterie wordt vannacht niet opgehelderd. Helder is het deze nacht wel in Hoogeveen. Daar treffen Jan en Tom toevallig de politie en een bekende daarvan. Er was net een meneer, die zat daar boven. Oh, die staat er nog steeds boven. Die was ook benieuwd naar wat we aan het doen waren. Oh, daar is Johnny. Hey Johnny. En dan nu even binnenkijken bij Hoogevener John Prijs, die er een bijzondere hobby op na blijkt te houden. Wat zijn dat? Piranhas. Oké. 3,5 kilo. En ze konden ongeveer 35 jaar worden. Echt? 35? Ja, 35 vis? Ja. En dat zijn dus piranha's? Ja. En wat eten die dan? Goudvissen, muisjes. En als ze straks groter zijn, dan gooi ik er gewoon een hele rat in en dan eten ze hem gewoon op. Echt? Ja. En als je nou je vinger erin doet? Ze doen maar niks. Nee? Nee. Ja, als ik mijn vinger erin doe dan? Doen ze ook niks. Nee, doen ze ook niks. Nee, zijn die hele bank voor jou, dan hem voor mij. Oké. Goh. Dat is haast te vragen. Nee, ik ga dat echt niet doen. Kijk uit Jan, hè. Pas op. Dat ga ik echt niet doen. Tom komt vannacht met al zijn vingers terug in Assen. Nog even tanken en dan zit Drents Duister erop. En nog zwaaien naar de kijkers van Drents Duister? Dit was de laatste aflevering van Drents Duister. Ja. Tot volgend jaar, denk ik. Hoop je? Hoop ik dan maar. Dat is wel gezellig, hè? Ja, dat is wel leuk. Ja. Jij neemt de koeken weer mee, ik de koffie. Loop wel los. Dat was hem. Joejoe. Los ballos. Ja, op onze website, app en YouTube-kanaal staan deze week langere reportages uit de Drentse nacht. Nou, of het weer wordt om te varen, dat weet ik niet zeker. Maar stabiel zomerweer wordt in elk geval nog niet. Vanavond dan is er een afwisseling van zon en bewolking. Het blijft droog en in de loop van de nacht dan
neemt de wind af en het koelt af naar een graad of 14. Ook zaterdag is er een afwisseling van bewolking en zon. Er staat wel een stevige wind. In de avond of nacht kan er nog een klein buigje van en het wordt een graad of 22. Ja, en de dagen erop, nou, zondag is sprekend de dag van zaterdag, maar dan wel een paar graden iets warmer. Het kan maximaal 24 graden worden. En maandag en dinsdag slag het helemaal om. Het lijkt wel harst. Met regen, met veel wind en fris. 18, 19 graden. Dus van het weekend er nog even van genieten, hoor. Prettig weekend. Gaan we doen. Ellie, dankjewel. En dit was Drenthe Nu, maar blijf ons volgen. Kan via de app of website rtvdrenthe.nl. En vanavond om 7 uur kunt u hier bij ons rechtstreeks kijken naar de coronapersconferentie van premier Rutte. En om 19:30 zijn we op Radio Drenthe, live bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Emmen. Tegen Eindhoven is dat. Heb een fijne avond en een mooi weekend.